knikt. Tommy knikt. We zijn weer live. Hallo lieve mensen. Hier Kings en Queens uit Roermond. We hebben nog niemand, Tommy. Ik moet even wachten dat de mensen tijd hebben om even in te schakelen. Je bent te snel. Ik ben weer weg. Regina is er in ieder geval. Hallo Regina. Maar ik begin dan toch. Hallo. Hallo. Hier Kings en Queens uit Roermond. Nou, gelukkig hebben we deze week weer leuke nieuwe dingen binnengekregen. We hebben, denk ik, weer leuke aanbiedingen. We zullen ze een paar keer doen vanavond. Voor degene die later inschakelt. Want wij beginnen met... Wij wilden zoveel mogelijk nieuwe spullen al op de site zetten. Tommy heeft de hele dag achter de laptop gezeten. Hoofdpijn en van alles en nog wat. Stress. Huilen. Krijgen we 2 uur geleden te horen dat onze webbeheerder ziek is. Dus het staat niet op de site. Mike, bij deze beterschap. Hartelijk beterschap namens ons. Maar het is niet hetgeen wat we niet benoemen, hè? Dat is het niet, nee, gelukkig. Nee, hè? Dat is het niet. Hij heeft gewoon, weet ik veel, maar hij is gewoon een beetje ziek. En morgen is hij weer, dacht hij. Dus, als het goed is, komt het morgen alsnog online. Morgen weer op de site. Maar goed, we beginnen. We hebben deze week de eerste deel eindelijk van onze tassen binnengekregen. Een paar laten we er zo zien, want die hebben we nog. Maar een paar zijn al weer uitverkocht. Maar gelukkig. We hebben ze nog na kunnen bestellen. We weten alleen niet wanneer ze binnenkomen. Dus het is even onder voorbehoud. Maar mocht je interesse hebben in de 3 tassen die ik nu laat zien, stuur een persoonlijk berichtje. En dan zie je hier Bart. Hallo. Die wil jullie even... Heb je pen en papier bij? Dat is ouderwets. Bart doet het op de moderne manier. Die doet het bij die neemt eigenlijk wat we van nee. Bijvoorbeeld van deze tas. Ze zijn nu al op. Hebben wij 12 stuks nog kunnen bestellen. Dus we weten niet wanneer ze binnenkomen. Deze zijn helaas al vergeven. Maar ik laat hem alvast zien. Mocht je interesse hebben, ga dan gewoon naar een persoonlijk berichtje. Of ga naar hello@kingsqueens-store.com. Of je kunt ons morgen altijd bellen. Morgen vanaf 9 uur zijn wij weer op de zaak. 0475-858-193. Ik laat het nog een keer zien, Tom. Het is een... deze is voor Kelly. Kelly, hij staat voor jou apart. Ja, dit is een tas uit de Sensational Six-lijn. Dus, heel sensational. Sensational Six. Nou, ik voel mezelf al erg sensational doordat ik hem al vast heb, Tommy. Ja. Het is dus een schoudertas, een crossbody tas en een handtas, zoals je ziet. Er hangt ook aan deze kant een schouderriem aan. Nou, Sensational Six staat dus voor Mickey, Minnie, Donald, Katrien, Goofy en Pluto. Je ziet dus overal wel inderdaad hè, de hals van Pluto, broek van Mickey. Ik nou, zo hem even open doen, toch? Herken je ze eigenlijk allemaal wel. Maar dit zijn ook de schoentjes van Martin, toch? Ja, zo ongeveer. Martin's schoenen staan er ook op. Hey, tadaa! En aan de binnenkant hartstikke leuk. Er zijn ook leuke als je me zegt van, ik heb zo'n extra vakje niet nodig. Knip je hem eruit en dan heb je een mondkapje met 2 elastiekjes aan de voorkant. Oh, je hebt toch een sensational mondkapje. Bij zo'n sensational tas hoort ook een sensational portemonnee. Ik voel het gewoon, Tom. Voel je al sensational? 12 stuks. Dus heb je interesse in portemonneeën? Hebben we nog 2, geloof ik. De rest is ook alweer op. Maar... Bart, of Regilio, hebben Regilio? Nee, die, hebben we nog niet een beeld gehad. Een clipje omhoog, dat had ik nog niet gezien. Kijk. Ja, en even voor de duidelijkheid, het is een portemonnee, maar niet geschikt voor muntgeld. Dus hou er even rekening. Kan wel, Tom. En dan moet je hem altijd recht houden ja, juist. Om hem open te doen. Ja, en jouw kennende doe je dat dus niet en legt alles over straat. Dus ben je zoals Martin, lekker chaotisch, dan is het dus voor briefgeld en ook weer bankpassen. Hier. Kan je een sensational foto van mij instoppen, bijvoorbeeld. Geweldig. Nou, hoe sensational kan deze set zijn? Dus portemonneeën hebben we nog 2. En de rest, mocht je interesse, stuur even een persoonlijk berichtje naar Bart. Andere kant, ja, zo. Kijk, hier detail ook nog, Mickey.
volgens mij is het 18 karaat goud, denk ik. Ja, ja zeker. Ja. Dan, ook deze, we zijn binnengekomen en al gelijk weer op. Ja. Wally E. Voor degenen die later inschakelen, de tassen die we nu laten zien zijn al voorbesteld en allemaal uitverkocht. We hebben een nabestelling gedaan, we weten alleen niet wanneer die binnen gaan komen. Maar dus reserveer. Dus stuur gewoon een persoonlijk berichtje of ga naar hello@kingsqueens-store.com en zet hem bij ons op de reserveringlijst. We kunnen niks garanderen, want we weten zelf niet wanneer ze komen, maar ze zijn wel besteld. Deze bijvoorbeeld, kijk eens hier hoe schattig. En Kelly, voor jou inderdaad, dit is zelfs jouw tas die we laten zien, dus hij is van jou. Hier zit er weer, ook hier het detail. Ja, dat is echt. Dus een zijvakje nou, in de vorm van de zijbandjes, de wieltjes van Wally. En dat is ook hartstikke aan de leuk. Andere kant. Dus mocht je interesse hebben, stuur gewoon een pb'tje. Daisy vraagt, wat is de prijs van die zwarte tas? De zwarte tas, die gaat weg. Als die weer binnen is? Als die weer binnen is, voor €69,95. De portemonnee hebben we nu nog twee stuks. Maar anders gaan we die ook, want die zijn ook nabesteld. Die zijn nabesteld, maar die ook daar gaat weg voor €36,95. Ja, en de Wally tas is €76,95. Wally E, €76,95. Ja. Wil je nog één keer de prijzen zeggen, want het gaat te snel. Het gaat te snel. Deze Sensational tas, die gaat weg voor €69,95. De portemonnee voor €36,95. Deze hebben we nog twee op voorraad. De rest kunt u dan reserveren. De Wally E voor €76,95. Ook deze €76,95. Ja, Chewbacca. Dus uit de Wookiee uit Star Wars. Hartstikke leuke tas. Maar ook deze zijn allemaal al vergeven. Wel weer bijbesteld, dus wil je er een reserveren, laat het zo snel mogelijk via een pb'tje weten. En ook hier hebben we nog een paar portemonneetjes, of dit is een creditcard. Dat is een creditcard houden, ja, die hebben we nog wel op voorraad. Die hebben we nog wel op voorraad. Binnenkant. Voor de foto van jou. Foto van mij. En ja. Foto van Tom. En bedankt. Het is, dat was nog in de tijd dat hij haren. Ja, zo ongeveer. Het is imitatiebond voor degene die het willen weten. Dan hebben we vanavond hebben we natuurlijk, we hebben nog direct beelden in aanbieding, we hebben kettingen in aanbieding. Ja, eerst ook nog deze, kijk eens hier. Hier, de catalogus van 2020, van alles wat er uitkomt dit jaar. Ja, wij krijgen ze gratis van de leverancier, dus bij de eerste, 20 mensen die boven de €50 een beeldje kopen, doen wij een gratis catalogus erbij, omdat we het toch gratis krijgen. Maar houdt het leuk om de hele collectie van het jaar. Dan kun je mooi afstrepen welke je al hebt en welke je nog bij ons moet reserveren. Zo ongeveer. Bestel. Nou, dan hebben we vanavond ook nog sieraden. Al onze sieraden zijn met 25%. Let wel, omdat ze in de aanbieding zijn, kunnen ze niet geruild meer worden. Want we doen ze met superkortingen weg. Wat dacht je bijvoorbeeld van, ik zal ze even misschien duidelijker even op mijn hand, van deze Mickey. Die zijn normaal €79,95. Ja, het is verguld geelgoud met emaille. En deze. En wat is emaille? Vraagt er gelijk iemand. Geen moeilijke vragen stellen, maar het is verguld goud en zilver. En deze gaan weg voor €49,95. We hebben er maar een paar. Alleen deze sieraden staan niet op de site. Dus daar moet je ons voor een pb'tje doen. Of naar hello@kingsqueens-store.com. Of je kunt zelf nu nog tot vanavond 8:30 bellen met 0475-858-193. Krijg je Bart aan de lijn. En dan kun je er eentje bij reserveren. Dan hebben we deze. Oh, wil je ze even omdraaien, die vorige nog? Jazeker. Iboya. Even kijken, de achterkant. Goudkleurig. Deze zilverkleurig. Dan hebben we deze oorbellen van het 90-jarig bestaan. Een serie van Mickey nog. Ja, het zijn dus twee sets. Dus dit is een set zullen we zeggen. Ja. En dit is en een dat set. Is een set. Die zijn normaal €54,95.
En die gaan weg voor €34,95. Alsmede deze kettingen van Mini in het goud en zilverkleur. Ja, de mini oortjes. En die zijn normaal ook €54,95. We hebben er maar een paar, dus ze gaan weg. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, voor €34,95. Op is hem op. En dan hebben we deze ketting nog met de strik van Mini. Normaal €39,95, gaat nu weg voor €24,95. Hele mooie oorbellen zijn nog. Ik zal het even naar laten zien. Het 90 jaar bestaan van Mickey. Normaal €49,95. Deze twee soorten, ik zal ze even op mijn hand leggen, Tommy. Of ze is zo goed te zien. Ja, oh boy, oh boy, oh boy. Voor €32,50. Ja, en ook dit weer is dit een set. En dat is een set. Ja. Dus... En dan hebben we nog twee zilverkleuren met een mini Lumière van Beauty and the Beast. En mevrouw Tuit, de kettingen. En die gaan weg voor €19,95. Nou mensen, mocht je interesse, stuur een pb'tje of ga naar hello@kingsqueens-store en verleef je gegevens in. Nou gaat Tom gauw naar de tassen toe, want er staan het is nog tassen. Ja, mensen is tassen, staan tassen, te tassen. Springen. Ja, tassen. Zullen we deze hiervoor aan beginnen? Ja, ja, ik weet dat sommige mensen op groot beeldscherm naar ons kijken, dus ik zal je niet te dicht in beeld, want anders wordt het helemaal zo schrik. Van dichtbij ben ik nog, kijk, ik zie er nog best strak uit. Zie je, ik ben strak uit. Ja, en door. En door. Want bijvoorbeeld, deze is ook nieuw. Nou, is terug op voorraad. Hij was uitverkocht, maar we hebben er toch nog een paar kunnen vinden. De kloktas van Mickey, dat de armpjes kunnen draaien. Niet om Mickey, het is nu... Het is ook een lounge fly. Hoe laat is de... Ja, kwart over zeven. Kwart over zeven, dan zetten we hem zo. En zo, kwart over zeven. En deze gaat weg voor €69,95. Ja, het is een schoudertas, dus aan de binnenkant zit nog de schouderriem. Een lounge fly. Zal ik hem even open doen, Tom? En we hebben er nog maar een paar. Ook hier de binnenkant. Dus die zijn terug op voorraad. Daar hebben we nog maar een paar van. Nou, toevallig vraagt Eva wat er van Peter Pan is. Nou, we staan toch bij de tas, hè, Martin? Ja. Dus ik geef deze heel even aan jou. Leg het eens uit. Oké, dat is goed. Dit is de Loungefly tas van Peter Pan. Als je nou denkt, maar dat is toch Ariel? Nee. Nee. Dit zijn de zeemeerminnen. De zeemeerminnen. En dit is een hangertje. Tada! Nee, het is geen hangertje. Ja, dat is Peter Pan. Peter Pan de hanger. En ja, toch? Kijk, de achterkant. Wat staat er nu ook alweer? Ja, mijn Engels is heel goed. Just imagine real life mermaids. Dat zeg ik. Dat zeggen we. Ja. En de portemonnee. En doet hij ze aan de andere kant en open. Andere, deze kant? Kijk, borduursel. Hier kun je eventueel los geld in doen. Oh. Zeg je van, ik wil nog meer los geld. En dan hebben we natuurlijk eens ook nog meer verborgen vakjes. Ja. En deze kost €36,95. En de tas €72,95. Ik zet hem terug. Ik zet hem terug. Terug van weg geweest. Hoor je, Tom? Ja, dan moet je niet te lang doen, als worden we daar ook weer geblokt. Let it go! Ja, vorige keer hadden we ook een live interview. En dan was ik zo enthousiast dat ik de muziek hard heb gezet. We zijn gelijk geblokt van Facebook, want we hadden het geluid hard staan. Als jou nou, als jou nu zing ik zelf maar hard, let it go! Als ze jou nou eens zou blokken. Kijk, terug van weg geweest. De Olaf Rugtas, hij is er weer. We hebben er maar een paar. Op is op. Op is op en deze gaat weg voor €82,95. Maar je kan natuurlijk eventueel niet zonder de portemonnee. Nee, creditkaarthouder. Ja, en heel groot geld. Ja. Dit is een portemonnee. Oh, is dit een portemonnee? Oh, Tom, heel Tom. Dat was een test. Het was een test van ons, Regiel. Ja. Of Tom wel goed opletten, want het is geen credithouder. Het is een portemonnee. Kijk, want hier, Regielio, hier doe je los geld in. Hoe kon ik dat hoe toch niet... Hoe kon je daar over je hoofd zien? Maar kijk eens hoe leuk is zo'n setje. Want de portemonnee kost €42,95. Nou, inderdaad, toepasselijke muziek. Heel ik weet niet of mensen het horen op de achtergrond. Hoe krijgen we het getimed? Ja, ik was even, hoe krijgen we het getimed inderdaad? Nou, toevallig wil je deze nog even laten zien, want er vroeg net... Nieuw. Ja, kijk, want ik moet heel even de naam opzoeken. Dieter, die vroeg mannentassen. Nou, ik vind dat dit echt doorkwam voor een mannentas. Ja, zeker. Een rugzak van Goofy.
We hebben er nog één, want ook deze zijn in de voorbestelling. Allemaal uitverkocht. Allemaal weer uitverkocht. Ja, dit is canvas. Dus nee, de meeste Loungefly tassen zijn kunstleer. Dit is canvas. Ik vind zelf een hele stoere met tas. Allemaal borduursels. Ik hoop dat ik het zo kan laten zien. Van Gofi. Het is allemaal hetzelfde kopie van Gofi. In de bekende Gofi kleuren. Het felle blauw met oranje. Hij is te dragen als in de hand, zoals Marten hem nou vast heeft. Of gewoon met de schouderbanden. Ja, en die zijn verstelbaar. Ja. 52,95 en eventueel erbij. Deze portemonnee aan de ene kant oranje, aan de kant blauw. En ook hier zit een ritssluiting. En weer voor pasjes en voor briefgeld. Ja, en de stof die je daar ziet, die blokjesstof, die zit ook aan de binnenkant van de rugzak. Zal ik die even laten rugtas zien, Tom? Ik laat hem zien, Tommy. En dan ondertussen zal ik ook even van diezelfde serie, is er ook een Katrien uitvoering, oftewel Daisy. De rugzak daarvan is helaas nog niet binnen, dus die komen wel. Alleen nogmaals, voor degenen die later zijn ingeschakeld. Loungefly werkt op het moment maar minder dan halve kracht. Dus ze lopen enorm achter met de leveringen. Dus we doen zelf geen uitspraken meer. Loungefly heeft ons vriendelijk, doch zeer dringend verzocht om niet meer te bellen of te mailen met wanneer het komt en gewoon rustig af te wachten. Dus ook dat verzoek aan jullie, wacht gewoon rustig. Zodra we weten wanneer het komt, melden wij ons. Maar terug van weg geweest, Tommy. Want ook deze hebben we weer op de kop kunnen tikken. Deze hadden we nog. Die was er nog, ja. Die was er nog. En die is 69,95. Ja, voor de kenners, dit is niet Loungefly, dit is nee, Danielle Nicole. Danielle Nicole is ook een Amerikaans merk. Daarbij, die hadden we en die is weer terug. Ja, de draagtas. Schoudertas, 69,95. Aan de voorkant zilverkleurig kunstleer, aan de achterkant kunststof. Hoi Jessie. En een van onze logeerkids komt even langs. Die is ook al helemaal geïnteresseerd in de Loungefly tassen en de Danielle Nicole tassen. De wie? De Danielle Nicole tassen. Oh. En dit is een rugzakje voor 69,95. Oké, dan heb ik nog een vraag. Of de, want dat vroeg, hoe heet het ook weer, Bart? Nikki? Van de Natasha Jansen. Hebben jullie ook portemonnee? Nikki, Natasha. Tassen of villains? Villains, nee. Villains hebben op het moment helaas niet. Nou, niks we hebben van. Wel een slechte reek. Hier hebben we bijvoorbeeld van Alice in Wonderland de koningin. Ja. Als rugzak met portemonnee. Ja, dus we hebben een Cruella hebben we ook in die versie. En Cruella, kijk. De zus van Tom. Cruella. Laat het mijn zus maar niet horen. 95. Jolanda, als je ziet, je mag bellen. Ik meen het zo niet, maar toch. Altijd goed voor de verkoop, 76,95. En wel nieuw, deze week, is Mad Hatter. Ook deze hebben nog maar één. Ja, allemaal al uitverkocht. Het is niet te geloven. De Mad Hatter, ik sta even een beetje dichterbij. De tassen worden allemaal opgebouwd uit stukjes kunstleer, zal ik maar zeggen. De ogen en alles met borduursels. En zijn jasstrik, het draait met zo'n stukje macht. Kijk, dat is dus het voorvak. En hier een zijvakje. Een beetje suède-achtig, donkergroen materiaal. Dus alle tassen die we nu laten zien staan nog niet op de site. Als het goed is staan ze er morgen op. Maar mocht je al interesse hebben, bel ons gewoon op 0475-858-193. Of stuur een persoonlijk berichtje. En ook keileuk, want we mogen weer op vakantie, lieve mensen. Kijk eens hier, het muisje. Ja, ook uit Alice in Wonderland. Hoe? Oh, laat het vallen. Want kijk, dit is dan weer het detail, is het kopje. Oh. Is het zo te zien, Tom? Ja. Ja. En dit is een bagagelabel, bijvoorbeeld met een pasfoto. Maar zeg je van, nou, ik ben helemaal weg van mezelf of van dit. Hoe leuk is dit niet om aan een halsketting te hangen en dat je daar zo gezellig mee loopt? Je verzint het ook te plekken. Ik verzin het te plekken en deze gaat weg voor 22,95. Ja, het is ook kunstleer, dus inderdaad aan de achterkant kan je je adres stoppen en aan je koffer hangen of je tas, wat dan ook. En hier zit nog een zijvakje achter nog eventueel. Ja. Ik zet hem weer terug, Tommy. Vragen gelijk mensen om Stitch portemonnees, dus dan ga ik gelijk het even laten zien. Oh, pak jij die en dan ik deze. De portemonnee. Deze is natuurlijk ook van Loungefly. Deze is voldoende op voorraad, maar op is op natuurlijk. En dan doen we gauw even open. Want dat is een echte portemonnee.
Kijk. Voor je. Stuts de binnenvoering. Dingetjes. En ja, het flapje dat zit in de weg. Kijk. Kijk eens met ananasjes. Ananasjes en Het ananasje komt ook weer aan de voorkant. Hey. En dan hebben we nog de elvenstitch. En dit is een creditcardhouder. En deze is 36,95. Hier kun je weer een foto's en pasjes in stoppen. Lia, die wilde dit zien. Dus nou, Lia. Misschien is het iets voor jullie. Mocht het nou iets zijn. Deze staan al wel op de site. Dan kun je gewoon naar kingsqueens-store.com. Want daar hebben we ook de acties van vanavond op staan. Want, Tommy, we gaan eerst eens even omdraaien. Oh, we gaan eerst zo. Wat wil je doen? We gaan eerst naar onze site, naar kingsqueens-store.com. Voor de acties van de beelden zometeen. Mocht je interesse hebben in alle sieraden of tassen die we vanavond laten zien. De tassen staan, als het goed is, morgen op de site. We hopen dat Mike beter is. Beterschap, jongen. En de sieraden, daar moet je ons voor bellen op 0475-858-193. Dus we gaan naar de actie van vanavond, Tommy. Want we gaan weer eens even met kortingen gooien, Tommy. En niet zomaar kortingen, grote kortingen. Ik zal eens even de stoel wegzetten, want onder alles van... Zeg het maar eens even, Tom. De DC Comics collectie gaat weg met 40% korting. Dus zowel de kersthangers en ondertussen word ik aangevallen door drie honden. Sorry, ik zat niet op te letten. Dames, ga ze even aan de kant. Een lotje, kom maar. Even aan de kant. Hup, move. Sorry. De Flash, Wonder Woman, de kersthanger. Daarachter zie je de kersthanger van Flash ook weer. Superman, Green Lantern, de kersthanger van Superman... Aquaman en de kersthanger. En de kersthanger Batman. Allemaal 40% korting. 40% op de advies verkoopprijs. En die prijzen zijn op de site aangepast. Dus je kunt ze gewoon via de site bestellen. En dan gaan we ook nog eens het meisje met de rode kaplaarzen. The Gift of Ruby slippers. Uit de Wizard of Oz collectie van Jim Shore. Ook daar is het 40% korting op. Ook de advies verkoopprijs. Ja, ook die zijn de bovenste prijs die je ziet staan. Dus 107,95. Daar gaat 40% vanaf. We hebben er nog maar enkele, dus ook hier geldt op is op. En de prijzen zijn aangepast op de site. En deze achterste, ook die. Het is een serie van drie. Bestel je nou korting. Een van deze beelden toevallig? De eerste 20 mensen die bestellen boven de 50 euro... We krijgen ze toch gratis? Krijgen ze gratis. We doen ze er gratis boven de 50 euro voor je bij. En daar staan alle leuke dingen in die je daarna ook weer bij ons kunt bestellen. Zo is me net. Dan gaan we weer verder. Tommy, we zijn sowieso in het hoekje al bij Harry Potter. Oh ja. Ook hier hebben we van de week alweer leuke dingen binnengekregen. Wat dacht je? We gaan al richting winter. Dus het is lekker om een dikke sjaal te hebben. De mussen vallen bijna dood van dakmorgen. We hebben van Gryffindor, van Ravenclaw, we hebben ze van alle vier, hebben we de sjaals. Ja. En ja. En die zijn 29,95. Oh ja, Tom. Ja, 29,95. Oh ja. Ja. Oh ja. Ja. Oh. En dan hebben we mousepads. Die hebben we van Gryffindor en van Slytherin. 8,50. 8,50 euro. Mocht je nou echt een mega fan zijn, is dit natuurlijk wel super leuk. Even kijken, wat hadden we nog meer nieuw gekregen? Deze? Oh, sowieso hier, kijk eens. Oh ja, de puzzels zijn weer binnen. De puzzels zijn weer binnen van Harry Potter. Deze zijn foam puzzels, dus zijn 3D puzzels. Dus je bouwt ze echt op als huisjes. Je kunt er echt een straatje van maken. Dus de Diagon Alley serie. Tommy? Mocht je nou Diagon Alley serie. Fan zijn van deze goede serie, die eerste paar seizoenen waren natuurlijk ramgoed. De puzzels ook weer binnen. Ja, Game of Thrones is weer binnen. En wat dacht je hier van de kastelen van Hogwarts? Ja, ook dat zijn puzzels. De Astronomy Tower. En, keileuk, 3D. De 3D puzzels van Harry Potter. Maar ik denk niet dat al beeld zo goed te zien is. Goed. Zeg je van, nou Martin, door al dat gepraat van jou, je zou wel dorst krijgen. Heb ik ook. Maar hoe fijn is dat? Ik heb gewoon een glazen set hier bij de hand staan. Ik heb ze gewoon in huis. Een set van 3, 16,95. Tom, wil jij deze ook nog heel even laten zien? Of misschien... Ja, ik ga het... Want we gaan eerst deze afwerken waar je bent, Tommy. Want hij is er weer. 2000 stuks. Ja, vandaag weer binnengekomen. 28,99. Ze gaan als een malle.
Ja, want ook weer binnen is Sleeping Beauty, ook weer binnen. En Bambi. En Bambi is ook weer binnen. Ja, is ook weer binnen. Maar we dachten ook de Venus, de Lion King. Alle andere tassen van Thomas Kinkade, die worden pas weer in juli verwacht. Ja, en nu gaan we naar... Dan moesten we even de lijsten laten zien. De ja, maar dat vroeg, canvas lijsten. Even kijken. Ja, komt erbij. Nou, oh, hier, Eva. Eva die vroeg of er ook stickers waren. Ja, dat hebben we niet. Nee. Maar wel muurbehangsel. Ja, ja niet behang. Decoratie. Deco. Dus de kleintjes zijn 9,95. De langwerpige, 33 bij 70, zijn 14,95. En de allergrootste zijn 29,95. Je kunt gewoon naar onze site naar kingsqueen-store.com. We doen versturen. Ja. Nogmaals. En kijk, deze hebben we natuurlijk ook nog. En daar hebben we ook nog voor een kaars. Dus mocht je een mooie jongenskamer of mocht je... Een stoere meidenkamer. Een hele stoere meid zijn. Nogmaals, we moeten hier plaats maken. Want we hebben nog iets anders nieuws laten zien. Deze zijn allemaal uitverkocht. Maar ze zijn te reserveren. Want we hebben ze weer opnieuw besteld. Ja. De tas... Dus mocht je een van deze tassen willen, stuur een pb. Een pb'tje. En wanneer ze binnenkomen, dat is een grote vraag. Dat is even. Voor ons ook. Want wij ook weer nieuw binnen is Q-Posket. Razend populair op het moment. Ik zal er even twee uitpakken. Ja, dat was heel moeilijk aan te komen. Hè? Ja, dat was lastig aan te komen, maar ze zijn binnen. Ze zijn heel erg mooi gedetailleerd. Je kan echt zien wat de characters vast hebben, toch? Ik zal ook even een doosje erbij pakken. Van hoe ze dan verstuurd worden, bijvoorbeeld. Erg leuk. Kijk, bijvoorbeeld De Elsa, die is nog onderweg. Die komt nog. Bij Aladdin en Jasmine. Alice, hier een theekopje. En bij Bella, het parfumflesje. Kijk, en ze zitten in deze leuke cadeaudozen. En die komen op €35,50 per stuk. Ja. Er komen nog meer modellen aan, maar deze zijn al binnen. Staan deze op de site, Tom? Deze staan nog niet op de site, hopelijk dus morgen. Wil je ze eventueel nog een keer zien, stuur even een pb'tje of een reactie. Of vanavond nog, dan laten we ze nog gewoon een keer zien, want we hebben nog meer nieuwe dingen. Het moet niet gekker worden, Tom. Het moet niet gekker worden. Weken hebben we erom geschreeuwd en nu... En nu zijn ze en nu krijgen we het niet in één uitzending geshowt. Ik ben altijd weg van netbondjes. We gaan niet van Egmond, maar kijk eens hier. Tommy, doe eens uitleg. Wie is dat? Want ik ben niet zo Star Wars. De Star Wars, The Empire Strikes Back film bestaat 40 jaar. Heel hoog eigen gehalte heeft het. Als je dan ook even je tetter houdt. ter gelegenheid daarvan is dus een collectie uitgekomen. Deze is gebaseerd op de planeet Hoth. H-O-T-H. Hoe, Tommy? Hoth. En dit is dus een handtas, schoudertas. Dus aan de binnenkant. En wij sluiten met een magneetsluiting. En je ziet allemaal het rebellenlogo is dus ingeprint in het kunstleer. De schouderband. En inderdaad, daar zie je dus onder andere het logo 40 jaar Empire Strikes Back. En daar hoort bij, Tobby. Daar hoort bij een creditcardhouder. Ook met dat imitatiebond aan de voorkant. Ook heel erg aaibaar. En ook hier weer pasjes. Ja, de creditcardhouder. En aan de achterkant zit een beetje regenboogachtig kunstleer. Regenboogachtige gloed zit er overheen. Ja, dat kan je zo wel zien. En dan van dezelfde serie die heel leuk hierbij past. Ja, ook ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum. De... Crossbody tas pin collector met een speciale pin erop. Achterkant. En deze komt op, Mart. Ik zal eens even kijken. Op €46,95. En er was nog een nieuwe tas binnen, toch, Martin? Ja, nog zeker. Maar dit waren nieuwe tassen, hè? Dat ja, zijn allemaal nieuwe tassen. Daar nog meer nieuwe tassen. Kijk eens hier. Jongen, het moet niet gekken. Ja, dit vind ik zelf een hele stoere tas. Die is gebaseerd op het uniform wat Luke Skywalker draagt. En ook op... voor een man eindelijk. Juist. En voor Vaderdag misschien. En voor Vaderdag. Of voor stoere chicks. Wat zijn chicks? Chicks, chicken? Wat zijn je nou, Tom? Chicks? Schij uit.
Oh, alsjeblieft. Als iemand het ooit van me over wil nemen, meld je aan. Ja, ook daar, stuur een pp'tje. Stuur een pp'tje en kom het een keer op een donderdagavond overnemen. Hoe gezellig kan dat zijn? Dus goed, terug. Dit is dus gebaseerd op het uniform van Luke Skywalker in de film The Empire Strikes Back. En ook daar weer ter gelegenheid van dat 40-jarig jubileum is deze lijn uitgebracht. Dit is een canvas tas. Hè. Normaal zijn het kunstleren tassen. Je hebt heel veel iPads in te doen. Hij is 76,95. Ja. En een stoere sluiting. Dan, Tommy. Ja. Als je zegt van, nou, ik moet nog eigenlijk sparen. We gaan zo ook even de twee de retired Britters laten zien die binnen zijn. Sparen. Ik weet niet of die duidelijk te zien is. Spaarpot van Marvel. Captain America. Dus heb je hem niet uitstaan? Mag wel... Nee, ik heb hem niet uitstaan, omdat ik hem mooi in de doos vond. Maar mag je nou voor Vaderdag een ander leuk cadeau? Een echte mannenportemonnee, maar ook een chick. Stoere chicks. Een echte Marvel portemonnee. En ja, die is 36,95. En wat dacht je van Groot? Ja. Allemaal van Marvel. Allemaal van Marvel. Ook dit is een spaarpot. Ja, met het cassettebandje erbij. En de prijs daarvan macht is... Ik zal eens even kijken. 24,95. Hoppakee, zeg ik. Goed. We gaan eens eventjes naar retired exclusieve beelden, Tommy. Want met trots presenteren wij u... Dopey, een collectors item. Ja, hij is weer terug van weg geweest. Heel even, we hebben er maar een paar kunnen... Op de kop tegen collectors item 72,95. De Dopey. En ook retired. Kijk eens hier, Tommy. Retired. Uncle Scrooge. Uncle Scrooge in de Britto collectie. 72,95. Ze zijn 21 centimeter hoog. Met de geldzakken. Hartstikke leuk. En natuurlijk een leuke aanbieding ernaast. De limited edition Mickey. Mickey Mouse uit de Enchanting lijn. Die en, zijn echt op eens op. Martin, kijk eens. Ja, ik ga binnenkort weer sporten. Dus, kijk eens deze. Ook leuk voor Vaderdag. Het is volgende week Vaderdag, geloof ik toch? Volgende week zondag. Ja. Als ik het goed vergis. Dus bestel hem tijdig. Dan heb je hem ook op tijd in huis. Zeg je nou, pa is echt een... geen bier drinken, maar een limonade drinken. Hoe stoer is zo'n glas van Marvel? En daar hebben we dan 12,50 eventueel een bijtassende. Bijtassende? Bijtassende. Een bijtassende pas. Ja, maar dit weer. Een bijtassende tas. Jeannette, nee, de roze blauwe Cinderella lijn is volledig uitverkocht. Komt ook niet meer binnen. En kijk. Helaas. Deze hebben we vorige week laten zien, maar voor degene die vorige week niet heeft gekeken. Ja, ook dit is een nieuwe tas uit de Loungefly collectie. De Ewoks in Funko Pop stijl. Ik zal even de andere kant en ook hierbij zit... En ook met een draagband weer over de schouder te dragen. En terug van weg geweest ook, Tommy, achter jou. Kijk eens de rugzak van de Nightmare Before Christmas. Die hadden we vorige week ook al, maar ik wil hem nog even weer laten zien. In de kast? In de kast. Jack Skeleton. En voor jou komt hij uit de kast. Ja, Tom. Ja, Tom, zeg ook eens wat. Wat wil je laten zien? Ja, wat wil je laten zien, Tom? Ik sta normaal aandachtig naar jullie te luisteren, jullie gekwetter. Jeannette vroeg naar de R2-D2. R2-D2-tas. Kunstleer, inderdaad. Wit, blauw en een beetje zilverkleurig. Hij is aan de achterkant, aan de zijkant, voorkant, voorvakje, voorkant natuurlijk, met de rits afsluitbaar. Aan de beide kanten een klein vakje voor wat kleinere spulletjes. Twee verstelbare schouderbanden. Zeg je van, ik kom dan toch nog plek tekort, Tommy. Want ook hier, kijk eens hoe leuk, is eventueel een, voor om de middel. Ja, een heuptasje. Een heuptasje. En zeg je, waar moet ik dan mijn geld in laten? Want hier heb ik al mijn spullen alweer in zitten. Tommy... Hoe leuk is dit? Daar zit ook een portemonnee bij. En je kan ook nog boodschappen doen. Ik wil ook boodschappen doen. Nou, hoe leuk is dat, Tommy? Nou. Ja, aan de ene kant... Kijk, kun je ook nog voorlezen. Kun je ook nog voorlezen. Ja, nou, gekker moeten we het niet maken, jongens. Ja, de draagtas is aan de ene kant, zoals je ziet, de R2-D2 variant. Aan de andere kant... Dat is juist het leuke, Tom. Ik zal het hier...
Want dit is dan de blauwe set. Zeg je, ik, met blauw heb ik niks. Ik ben meer een oranje mens. Tada! En zeg je, nou, wat moet ik? Daar heb ik niet genoeg plek voor, alleen in zo'n tas. Nou, dan gaan wij, Tommy. Sharon, de Darth Vader pin collector tassen moeten nog binnenkomen. Dan hebben we daar ook de handtas bij. We hebben er ook een schouder rugzak bij. Nicole, nee, kleding hebben we helaas niet. En dan zeg je van, nou, een paspoorthouder. Ik ben bij deze serie 's avonds kijken, Potter. Ik wil onderzelf ook nog eens slapen. De laatste mag weg. Dus de laatste, dus ben er snel bij. Zeg je van, nou, als ik dan lig slapen, moet ik eerst nog een sapje drinken. Hoe leuk is dit? Een set van 2, 14,95. Ja, de BB-8 Class. Nou, wij gaan set. Hier compleet uit ons plaats, Tom. We gaan weer even terug naar Disney. Want ik wil deze even laten zien. En dan doen we daarna die in de kast. We gaan ook de Enchanting nieuwe beelden zo laten zien. Deze, want Natasha vroeg Maleficent. Nou, weer hier die hele mooie draak. Dat is Maleficent Dragon. Ja, ik denk die willen we toch even zo laten zien. Veelkleurig. Dan de minis, de kleine beeldjes van Stitch. Twee uitvoeringen, de oudere en de nieuwere. Stampertje erachter. De Eeyore, ja? Winnie de Pooh, ook een collectors item van Tigger, 74,95. Die hebben er nog maar 2 van, op is op. En Bambi. De Mickey's. Ja. Nee. Ja, je bent ingebouwd door honden aan de achterkant. Ben ik ingebouwd, als je het alweer zo ver. En dan gaan we weer deze kant uit. Komt u maar mee maken. Even de laatste plank laten zien. En natuurlijk nog een aanbieding die van vorige week is. Ja. En die verlengen we volgens mij, ja Tom? Die verlengen we, €110 is een ik kom niet meer uit mijn woorden jongens. Gelimiteerde oplage, dankjewel, genummerd en wel. Mickey en Minnie uit de Little Brave Taylor, of Brave Little Taylor, met Prinses Minnie. Nou, we gaan nog even voor Natasha de Maleficent hier laten zien. Oh, maar we hebben nog even de tijd. Komt je maar. Meemaker erbij zijn. Aansluiten maar. Oh, je had in Den Haag moeten zijn vandaag. Maleficent uit de Showcase collectie. En Maleficent als draak uit de Showcase collectie. En dan gaan we nog een keer naar onder, want de actie van vanavond... Nee, ik ga nog even niet naar, want ik moest Maleficent laten zien. Dan laat ik Maleficent ook zien. De Traditions collectie. Ja. Ook nieuw binnen. Happy hier van Beauty and the Beast. Ja. Een heel mooi beeld. Dat is een hele nieuwe, hè? Dat is een nieuwe, die is van de week binnengekomen. Ja. Adviesprijs €159,95 en bij ons €135,95. Alleen dit beeld doen we alleen met afhalen, want het is een kwetsbaar beeld, dus het liefst met afhalen. En dan hetzelfde hebben we ook van The Lion King. Ook die is alleen maar af te halen, want de staartjes zijn zo frigiel. Dus dat zou zonde zijn als dat met de post, met het geschut van de pakjes zou breken. Dan nogmaals de actie van vanavond hieronder, Tom. Alle beelden van DC. Deze -40% op de adviesverkoopprijs, dus op de kersthangers en op de grote beelden. Deze staan op de site. Kun je gewoon kijken op kingsqueens-store.com. En het meisje met de rubberen kaplaarzen. Ook daar 40% korting op de adviesverkoopprijs. Ondertussen wordt Tom aangevallen door de honden. Ben je nou van plan om beeldjes te kopen boven de €50? Hey, de eerste 20 krijgen ze gratis. Dus de eerste 20 krijgen ze gratis erbij. Tommy, er waren nog vragen of ze deze allemaal nog goed in beeld konden. Ja, natuurlijk. Moet ik ze eruit halen of zijn ze goed te zien? Dat mag. Nee, ik denk dat op zich zo je duikt in de vorm. Ik doe dan even als achtergrond. Ja, jij bent ook in zo'n poppetje verkrijgbaar. Oh. Er komt denk van mij ook nog een limited edition uit. Ook daar kunnen ze alvast op inschrijven. Nou is eentje niet limited genoeg. Ondertussen wordt Tom weer aangevallen door de honden. Even kijken als je Rapunzel en Bo Peep even eruit kan halen. Ja, en wie? Bo Peep van Toy Story. Bo Peep. Hartstikke leuk.
Als ze geleverd worden, is het een klein bouwpakketje, zal ik maar zeggen. Het sokkeltje is los, het lijfje is los en het kopje is los. Ja. En dat zet je dan zo in elkaar. Ja. Tom, zijn er ook tassen van Tinkerbell? Die vraag hadden we net. Tinkerbell is op het moment niet in de collectie. Zit er ook voorlopig even niet aan te komen. We hebben nog de actie sieraden. Vanavond nog. Ja. Dus deze sieraden, die zijn niet online. Dus daar moet je ons een persoonlijk berichtje voor sturen. Halskettingen. Deze gaan weg. Die zijn normaal 79,95 voor 49,95. Let wel, ze zijn in de aanbieding, dus kunnen niet geruild worden. Dan hebben we deze kettingen met de mini-oortjes. We hebben oorbellen van Mickey en Minnie. En die zijn nog van de 90 jaar van. En ik zal ze even laten zien. Die zijn van de Couture Kingdom. Die zijn nu 34,95. Kettingje van Mini gaat weg voor 24,95. Oorbellen, ook deze zijn van de 90 jaar. Die gaan weg voor 32,50. We hebben al van alles nog maar een paar setjes. En deze van de Beauty and the Beast in zilverkleur. 19,95 met mevrouw Tuit. En Lumière. Wil je deze nou bestellen? Stuur even een pb'tje, want deze staan niet op de site. Kijk, Tommy, we hadden het over limited editions. Kijk eens hier, van Mulan. Dat is ook nog een collector's item. Ja, dat is ook nog een limited. Dit is wel heel leuk, want volgens mij wordt de film eerder vertoond als november. Ja. Die was natuurlijk uitgesteld. Hier hebben we er nog maar 2 of 3 van. Dus op is op. We kunnen ze niet meer bijkrijgen. En nogmaals, we gaan toch even langs. Oh, nee, wacht. Wil je deze even laten zien? Er is heel veel vraag naar de Stitch, de grote. Danielle Gella die vraagt hoe duur die is. Die is 130 euro. Die is, ja, hij is normaal 152,95. Ja. Bij ons krijg je daar 15% korting op. Dus 130 euro. En die hebben we ook in Stitch Brito. La. Voor het geval ik vraag over de Mickey die erachter staat, die is gereserveerd en de laatste dus is niet meer bij te bestellen. Iboya die wilde snel ook deze nog even zien. Ja, natuurlijk. Dit is de welke lijn ook? Dit is de Sensational 6 lijn, die is net uit. Hoe was het? Dus jullie me nou eens niet de hele tijd intromperen. De Sensational lijn. En de Sensational 6 staat natuurlijk voor Mickey, Minnie, Donald, Katrien, Goofy en Pluto. En je herkent duidelijk hun kledingstukken op de portemonnee. Oh, sorry, de pashouder is het eigenlijk meer. Want als je kan hier eventueel los geld in doen. Maar is niet afsluitbaar, dus... Nee. Hou hem niet op z'n kop, want dan ligt het eruit. De tas die daarbij hoort, die is inmiddels volledig gereserveerd. Wil je die bestellen? Ik laat hem nog even zien, Tommy. Waar is die geleverd? Kijk, hier zie je. Ja, wil je die bestellen? Stuur een pb. We krijgen er nog een aantal binnen. We weten niet wanneer. Dus we wachten rustig af tot wij ons melden. En dat geldt voor alle bestellingen van Loungefly. Ja, ze werken daar heel hard. Alleen ook maar met halve kracht. Vanwege, we weten wel waarom. En dan laat ik deze ook nog heel snel even zien. Sorry, oh, die had ik net in beeld, maar dat maakt niet uit. Ik laat hem nog heel even zien. Toch even. Hoeveel kost die, Martin? Ook 130 euro. 100. Oh. Mickey is niet meer te kopen, die is gereserveerd. Mickey is gereserveerd. Die ik wil deze wel, als we het ook over Mickey hebben. We hebben hem al laten zien. Nu binnen van Loungefly de schoudertas. En deze is 69,95. Dan gaan we nog even nieuw binnen weer terug van weg geweest. De Olaf-tas. Oh, sorry, de Olaf-tas, ja. En welke wil je nog meer laten zien, Tom? De Stitch, vroeg iemand naar. De Stitch, de maar Stitch. Niet de Elvis. Dus dat is dan deze Stitch-tas. Ja. De Ohana. Het is goudkleur kunstleer met een beetje nylonachtig materiaal. Met een goudkleurige borduursels. Prachtig mooi tasje. Hey, en we hebben nog 72,95. We hebben hem natuurlijk al een paar keer laten zien, maar we doen het toch. Want deze loopt ook hartstikke hard volgens mij, Martin, toch? Ja, jij zeker. De Arieltas, 72,95. En ook daarbij een mooie portemonnee. Tom, we hebben de beeldjes, die hebben we vorige week nog laten zien van Toy Story. Kom even mee. Even kijken. Marjolein, als je de beelden van The Lion King en Beauty and the Beast bedoelt u net te zien, dat is de Enchanting collectie, Disney Enchanting. Toy Story voor 4,22,50. Woody. En Buzz. En deze is 27,50.
Nou hadden we van de week een mooie gast in de winkel. Esther de Bruin, hè? Klopt, met de familie. Deze wilde ze nog Hallo even Esther. Zien. Hallo Esther. Hoi Esther. Deze is uitverkocht. Hij is uitverkocht, maar hij is te bestellen. We weten alleen niet wanneer hij binnenkomt, maar wil je hem hebben? Reserveer, reserveer, reserveer. Want op is op. En heb enorm veel geduld. Ja. En deze hele leuke hanger voor aan een koffer of wat je maar wilt. Deze is €22,95. En van diezelfde serie is van deze, die hebben we nog wel even op voorraad, de Mad Hatter rugzak. Volgens mij hebben we dan wel een beetje de nieuwe dingen laten zien, denk ik. De nieuwe dingen. Er zijn nog veel vragen al. Nou, inderdaad. Veel zeg naar de is. Tassen. Schooltassen. Dus zou je die onderste nog even willen laten zien? Nou, dit is een model. Oh, dit is de tas van Bart. Is niet te koop. Die is ook niet mooi. Niet te koop. Nou, dan ligt eraan wat ze betalen. Kom. Een Mickey rugzak. Eventueel met een soort pennenzakje. Ja, dit is dus allemaal nylon. Hè? Dus het is niet het kunstleer, maar allemaal bedrukt nylon. Oh, sorry, met over Tom, ik ben nog onderjacht. Over het algemeen met bijpassende etui. Het zijn ook fijn, want ze zijn met de hand te dragen, een lekker lang. Aan de zijkanten kunnen flesjes eventueel drinken ingedaan worden. En de achterkant zijn verstelbaar in riemen. En daar zitten we een bijpassende portemonnee of pennenzakhouder. Kijk, is altijd leuk. Ze matchen niet, maar een leuke portemonnee, een pennenzak. Pennenzak, €9,95, Seven Doors. Ja, dit is de Keizer Cusco of The Emperor's New Groove, zoals die in het Engels heette, de film. Met de bekende figuurtjes uit de film. En hoe heette ze, Tom? Ik ben zo gaar naar vandaag dat ik het even niet meer weet. Mijn hersenen maar zijn een beetje... Maar ze zijn leuk. En daar gaat het om, Tommy. Ik heb gisteravond overgewerkt en vanochtend vroeg. Dus mijn hersenen zijn een beetje gefrituurd. De Hercules. Nou, dit is Hercules en Pegasus. Hercules, dat weet ik toch wel. Ja. Het is in de babyversie. Misschien een soort leuk pennenzakje. Maar kan ook als portemonneetje gebruikt worden. 2-in-1. En die kost nou maar €12,95. Een stoere Mickey rugzak voor de school. En ook hier eventueel een pennenzak of toilettasje, make-up tasje, een Mickey mini tas. Achterkant. En dan iets stoerder, maar is dat wel meer voor als je naar sport gaat. Maar hij zou eventueel ook als schooltas, maar ik denk dat deze eerder een sporttas is. Dit is een sporttas, want er zit ook een afsluitbaar, een apart schoenenvak aan de zijkant. Ja, zal ik je even laten zien. Het is dus inderdaad dat je dampende schoenen niet bij je, susje, bij je kleren susje, komen. Susje. Kijk, en het is eventueel een hondenzak. Komt als je een klein hondje hebt. Komt u met zo'n hondentas. Ik laat deze ook nog heel snel even zien. Er is heel veel vraag naar de bagagelabel. Wat zeg je? Voor Karin. Voor Karin. €22,95 is van het muisje van... Kronken is maar. Ja, dat was het. Dankjewel. Okay. En dan hier Tom, want ik heb het zo vroeg weer naar stoere rugzakken. Wat zeg je? Juwelen van Winnie de Poel. Ja. We krijgen even sieraden van Winnie de Poel. Die lagen hier. Maar, ik heb alles weer veranderd. Mijn liefdalige echtgenoot is aan het ruimen geweest. En gepoetst. Sieraden van Winnie de Poel. Ja, dat zijn niet zo veel. Dat is niet zo heel veel meer. Dat is de laatste, hè? Dat is het laatste. Dat is een halsketting van Winnie de Poel. En dat zie je hier zo. Een heel groot potje en een klein potje. Ja, dus het honingpotje van Winnie de Poel. En een Winnie de Poetje wat er aanhangt. Dat poetje kan in het Poetje kan in het potje. En het potje kan dan weer dicht. Poetje, potje, potje. Kijk of dat ik meteen. Kijk, en weg is die. Tommy, gingen we naar school? Ja. Ik ga niet naar school, alsjeblieft. Maar we hebben hier van Loungefly ook deze rugzakken. Ook hier zit aan de zijkant weer houders voor flesjes in te stoppen. En deze komen op €69,95. Zeg je nou van... Ik heb een Mickey rugzak, maar ik wil hem eigenlijk kleiner hebben. Zo hier eens even toch, Tommy. Ook van Loungefly. Nou kijk, deze mooie boodschappentas. De hond bij inbegrepen als je de hond wil. Dat zou kunnen. Doe een bot.
Ik ga gelijk even zeggen, mensen vragen, tassen zijn niet op de site te vinden. Dat klopt. Ik heb me gisteren en vandaag uit de naad gewerkt om het online te krijgen in een Excel-bestand. Alleen de persoon die dat voor ons regelt, ligt helaas ziek op bed. Dus we hebben het niet voor elkaar gekregen. Dus we hopen dat morgen alsnog te kunnen doen. Dus wil je iets van tassen bestellen, wat je vandaag, stuur gewoon een pb'tje en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Tom, we hebben hier ook nog een jongenstas. Even voor naar school te gaan. Wat dacht je van deze stoere tas? Ja, dit is ook Wally, maar dan de nylon versie. De echte rugzak. De andere is een rugtas, dit is een rugzak. Hij is dus ook voorzien van twee handvatten. Zodat je hem leuk en makkelijk, zoals Maarten nu vast heeft, in de hand kan dragen. Twee verstelbare, verstevigde schouderbanden. 52,95. En zeg je van, bijvoorbeeld, ik wil iets van een laptop of zo meer. Deze is ook keistoer, Tom. En deze zijn 29,95. Ik laat deze ook nog heel even zien, want er vroeg net iemand of deze sporttas ook in het wit was. Nee. Die is alleen niet in het rood. Maar, ja, dit zit toch heel erg tegen wit aan. En dit is volgens mij de laatste. Ze gaan gelijk blaffen, want Jessie zo enthousiast kent, zijn ze. Ja, precies. Jessie kent deze tas. Dus de laatste, €35. Dus wie het eerst komt, smaalt. Staat op de site. Hebben we hier ook nog rugzakken? Kom maar even dichterbij, Tom. Want we kunnen hier ook naar boven nog kijken. Zo, dit is gewoon ook weer bijvoorbeeld voor een schooltas. Een gezellige, voor wat boeken of de iPads. En hier van Star Wars. Heel mooi. Echt en voor dan kijk je boven, Dark Vader. Ja, dat was in het begin vraag naar. Nou weet ik niet meer wie dat was. Dus nu zie je hem. Dat is de Darth Vader rugtas. En mocht je zeggen, ik wil morgens ontbijten. Stormtroopers. Ontbijten. Tom, we hebben nog maar een paar setjes. Met Star Wars. Een set van 4 stuks. Ik zal even de afbeeldingen laten zien. Set van 4. 29,95. Ja, we krijgen ook vragen naar sleutelhangers en bagagelabels. Ja, sleutelhangers ja. Ja, ik laat heel even deze nog even zien, want Bart kan ook nooit opstaan. Dus is je ochtend een nightmare, dan kun je deze natuurlijk ook altijd nemen. Ook laat ze nog 4 verschillende afbeeldingen. Laat ze even. Oh, die zit onderste. Kun jij hem pakken? Ja. En de Ogibogie. Ogibogie. De grote Britto doopje wordt naar gevraagd. Dat is de allerlaatste. Komt niet meer terug. En die gaat weg voor 67,45. Staat op de site. Mijn vroeg sleutelhangers, Tommy. Ja, we hebben sleutelhangers uit de Star Wars collectie. We hebben diverse collecties. Star Wars, dus Stormtrooper, Darth Vader en Yoda hebben we ook. Yoda en heel veel van Nightmare Before Christmas achter jou, Tommy. Dat zijn sleutelhangers. Bagagelabels hebben we niet zo heel veel. In combinatie met paspoorthouders. Sleutelhangers Nightmare Before Christmas. Sally, Jack Skellington, dat is metaal. Dit is kunststof, een beetje rubberachtig. Even speak uit. Ben je een Harry Potter fan? De snij. Ja, de Golden Snitch. En, kijk deze is net nieuw binnen, hartstikke leuk. De tijdverdrijver, de time turner, zoals Hermeline hem gebruikte in de Prison of Azkaban. Waarmee ze door de tijd kon reizen. En hier komt ze weer aangerend. Aladdin. Leg hem maar terug. De rest is toch onze Leontien. Leuke Aladdin. Oké. Ga toch even sporten, want hij is buiten adem. Dat hebben wij dus dan weer niet. Leuke cadeausets voor Vaderdag. Een memo-blok met een. Ook hier zit dan weer een sleutelhanger juist weer in de doos. En een mok. Dus hoe leuk kan het zijn als cadeautje? En nogmaals, wil je iets bestellen, doe het alsjeblieft in een pb'tje. Want er zijn zoveel berichtjes op deze vlog. Dat en kunnen ga gewoon anders, behalve de sieraden en de tassen, ga gewoon gezellig naar onze site. Naar kingsqueens-store.com. En als je dan daar toch bent, ga eens even naar de knop nieuwsbrief. Meld je aan. Binnen een paar dagen, dus niet gelijk, binnen een paar dagen krijg je van ons een waardebon van 10% opgestuurd voor een aankoop voor een volgende keer. Dus ja. Meld je gewoon aan. Gelijk een melding van de huishoudelijke uit. Heb je een Hotmail account of Gmail, dan kan het zijn dat je mails voor ons niet gelijk binnenkrijgt, maar dat ze in de spambox terechtkomen. Haal ze eruit. Keur ze goed en dan heb je als goed is voortaan en dat niet meer. Heel vervelend, maar het is nou eenmaal zo. De letter ook moest even goed in beeld brengen. Ik zat te kletsen en
Dus iedere letter heeft zijn eigen figuurtje, die er in principe de eerste letter met het figuurtje begint, maar klopt niet. Uitgezonderd de bevestiging erin. Klopt niet in alle gevallen. En wat dan de link is met de letter, als je het weet, mag je het me laten weten. Geen idee, bijvoorbeeld Peter Pan met de X, geen idee. En Baloo met de O en zo verder. Ze kloppen niet allemaal. We moeten nog even. We hebben nog zoveel kijkers. Kijk even gezellig eerst naar de geurkaarsen. Ik wil er nog sleutelhangers laten zien. Ja, we laten nog een sleutel pakken. Maar we hebben nog zoveel kijkers. We hebben alle tijd. Want we blijven zo gaan doorgaan tot we nog zoveel bezoekers hebben. Geurkaarsen set. 5 stuks. 20 branduren per keer. Dus eigenlijk 100 branduren. Maar jij had een hele goede tip. Ik heb daar een tip voor een geurkaars. Doe hem aan. Laat hem branden zodat de bovenkant gesmolten is. Plaats hem dan uit. Want dan is de geur vrijgekomen. En dan doe je eigenlijk 10 keer zo lang. Wat zeg ik? 20 keer zo lang. Nou, zo lang ook weer. En daarna ook nog een tip. Doe daarna niet te dicht. Mensen zitten breed beeld te kijken, hoor ik. En dan gewoon een vaccinelikje erin. Heb je toch altijd nog plezier van de afbeeldingen? Deze hebben we van Mickey Minnie en Goofy en Pluto en Katrien van Alice in Wonderland. Zeg je van, ik vind een... Ja, ik zal even... Ieder potje heeft zijn eigen geur. Dus in het geval van deze, dus 5 verschillende geuren. Dus van Alice in Wonderland. Mickey and Friends, ook daar. Ieder kaars heeft zijn eigen geur. Een beetje zoetige geuren zijn het in dit geval. En we hebben ook, dus zeg je van, nou, ik wil gewoon zomaar eentje, maar dan een iets groter model. Daar hebben we dan 50 branduren. Dan hebben we nog van Mary Poppins, van Minnie, van Donald en van Pinocchio. Ja, en Pinocchio heeft bijvoorbeeld een beetje een houtachtige geur. Minnie ook weer wat zoeter. Dus Donald gaat meer naar de sinaasappelkant toe. Dus iedere kaars heeft ook weer zijn eigen geur. Ben je nou net zoals ik zo'n enorme knoeikont? En heb je een mooi wit shirt aan en je hebt ziet van ja, ik heb te veel vlekken. Dit is vlek op vlek. En dan, kijk. En weg. Dit is natuurlijk niet het hele ding. Dat is gewoon puur en alleen dit kleine dingetje. Ja, klein is het. Klein is het niet. Maar bijvoorbeeld zo. En dan, dit moet je even wegdenken. Die zijn maar 19,95 en daar hebben we er ook nog een andere voor. Kijk, kan Tom daarna gelijk de sleutelhangers laten zien. Kijk, dit is meer als je bijvoorbeeld zo'n soort, wat hadden dames van vroeger altijd zo'n, hoe noem je dat ook alweer? Een broche. Een broche. Een broche. Een broche. Een broche. Nou, goed. Bijvoorbeeld sleutelhanger. Hier hebben we al sleutelhanger van Mickey en van Donald. Mickey en Donald is een beetje, ook weer daar kunststof, een beetje rubberachtig materiaal. Ja. Maar hier zit weer in zo'n set een memo boekje. Een sleutelhanger van Tinkerbell met een leuke mok. En zo'n set is 26,95. Nou, als je een laat moederdag cadeau bijvoorbeeld. Nog meer sleutelhangers. Goofy, Mini. Dat is ook weer dat kunststof. Abu, heel leuk. Die komen niet zo vaak tegen. Dombo. Timothy. Mini in een metalen uitvoering. Maar als je bijvoorbeeld Timothy een sleutelhanger, hoe leuk is het dan om bijvoorbeeld zo'n bijpassende tas te hebben? Ja, Park Exclusive komt uit Disney World. En dat kan je herkennen. Het is een loungefly aan de achterzijde. Zie je dus ook Disney Parks. Dat staat alleen bij de tassen die in de parken verkocht worden. 64,95. Kijk, dit is volgens mij de laatste, hè, Tom. Dit is een borstel van Mickey. Ja, je kan een borstel van Minnie zeggen, maar Mickey staat hier. Dit is de allerlaatste. 12,95. En Tom, wil je die daar nog eens laten zien? Wat wil ik laten zien? We hebben zoveel. Leuke prinsessen eetset. Dit is toch geweldig? Ook een leuk cadeautje om weg te geven. Melamine, dus dat kan tegen een stootje. Die sets komen op 21. Deze zijn 19,95, de andere sets zijn 21,95. Ja. En kijk, allerlaatste set. Voor Vaderdag, voor zijn biertje of zijn colaatje. De onderzetters. En ze vragen nog naar nog meer sieraden. Tom, we zullen even de andere sieraden hier even onder in de vitrinekast laten zien. Hey. Maar ook even hier bij Beauty and the Beast hebben we bijvoorbeeld de stolp. Of een hele stoere, gave armband. Daarachter staat nog een hanger van Lumière in geel goud met wat emaille en een langere halsketting. De Princess hanger. En op alle sieraden zit dus minimaal 25% korting.
We hebben hier de kleine hangers. Het zijn meer kinderhangers eigenlijk, want het is een wat korter kettingje. Barsje of chip, Lumière en... Oh, wacht, dat is ook Lumière. Wacht even, Tom. Er zijn heel veel vragen ineens in de comments over de onderzitters. €12,50. Echt, op is op. Laten we het zo doen. Wie het eerst belt naar 0475-858-193, die heeft hem als eerste. Ja, €12,50 komen uit Disney World. Even kijken, hoeveel kost de armband? Willen we weten. En Mickey met de vlag. Dat is deze, die is normaal €63,95. Kun je het beter zien? €63,95. Bij ons krijg je 15% korting op €54,35. Verzenden doen we vanaf €75 bestelbedrag gratis. Ook naar België en naar Duitsland. Hallo, daaronder betaal. Hallo, Duitse leute. Vandaag was heel druk met Duitse mensen in de winkel. Heel gezellig. Laat, hè, en onder de €75 zijn de verzendkosten €5,75. Ook naar België en naar Duitsland. Kijk, we hebben ze. Dezelfde serie die we in de aanbieding hadden, die zullen we direct laten zien, die gelden ook voor de zilverkleurige. Dus mocht je die in het goud hebben, maar je hebt ze liever in het zilver. De meeste sieraden van de actie zijn ook in het zilver. We zullen ze direct nog één keer laten zien. Op deze oorbellen zit 25% korting nog. Het zijn de laatste. Appeltjes van Sneeuwwitje. Jasmine. Jasmine. Mary Poppins. Mijn moeder is heel erg kritisch met oorbellen. Die heeft ze voor moederdag gehad, zei ze. Ze zei, ze zitten heerlijk, want het stekertje aan de achterkant bij vrouwen... Ik heb er geen verstand van. Jullie misschien wel. Jullie hebben oorbellen. Ja, ze moeten niet te lang zijn, want dan prikken ze. Als je inhoudt, prikken ze in je huid. En deze dus weer niet. En hoeveel heeft Natasja daarvoor betaald, om wat ze zeggen? Nee, gewoon de normale prijs. Doet ze dat uit zichzelf? Dat doet ze uit zichzelf. Dan hebben we nog van Cozy. Zo Cozy. Duits. En dat is zilver met een goudkleurig laagje eroverheen. De Mickey en Minnie met strasjes in de strik en het kasteel. En die hebben we dan ook nog in zilver. In het goudkleurig zijn ze €99,95 en er gaat 25% vanaf. En in zilver zijn ze €89,95. Geboortes met sieraden met geboortesteentjes hebben we niet. Dus nog eenmaal, want we gaan bijna afsluiten. Deze sieraden, we hebben de meeste, niet alles, ook nog in het zilver. Dus de Lumière en mevrouw Tuit, €19,95. De oorbellen, die hebben we nog wel in het zilver. Die gaan weg voor €32,50. De hanger, €24,95. Deze oorbellen, €34,95. En ook deze kettingen. En deze kettingen gaan allemaal weg voor €49,95. Zijn de laatste... Let wel, want ze zijn afgeprijsd, dus ze kunnen niet meer geruild worden. En mocht je dan interesse hebben, bel ons nu nog, binnen nu en een half uur, of anders morgen op 0475-858-193. Ze staan niet op de site, dus anders kun je ons altijd nog een persoonlijk pb'tje. Ja, ja Bart, de armband sorry, van Belle en het Beest... Ja. De oorspronkelijke prijs is €109,95, maar zoals je hier kon zien net, gaat er 25% vanaf. Dus hier nog afprijzingen, kunnen niet worden geruild en hebben geen garantie, maar ze zitten wel met 25% korting. En sommige hebben we ook in zilverkleur. Nou, we gaan er denk ik een beetje een eindje aan breien. Hebben we de vragen niet kunnen beantwoorden? We zitten hier dus nog tot 8:30. Sowieso 9:00, want het is tijd voor wijnen, zeg ik altijd. En anders gewoon morgen. Bel ons gerust 0475-858-193. Of stuur gewoon een pb'tje. Of stuur een berichtje naar hello@kingsqueen-store.com. En anders... Bezoek onze site. Bijna alles staat erop. Alleen niet de sieraden en de tassen, die komen als goed is morgen op. Dus bezoek de site kingsqueens-store.com. En anders kijk gewoon weer volgende week. Same time, same place. En wat zeggen ze dan nog meer? Nee, dat was het. En wil je nou een keer in de winkel langskomen, dan zie je deze leuke hondjes. Waar is dat, Martin? Op de Stationsplein 1 in
rommelt. En hij heeft de komende dagen weer erg goed weer aan. Dus de deuren staan wagenwijd open. Nou, ik zou zeggen, dank je wel weer voor het kijken van vanavond. En heel graag tot volgende week. Tom, heb je nog iets te zeggen? Nee, dat was het jongens. Allemaal bedankt voor het kijken. We zijn een beetje... Gaar geklet, denk ik zo ongeveer. Ja, we zijn nou een keer echt langer als 8 uur. We zijn over het macht, je bent over tijd. Ik ben over tijd. Dat geeft me een overweldigend gevoel. Dankjewel dat je ervaring hebt. Neem me over maken. En ik zou zeggen, tot volgende week. Oké, okay. Doei.